Sander Bosker, welkom bij ons. Ja, hallo. Hallo. Hoe gaat het met Sander Bosker? Wat doet Sander Bosker tegenwoordig? Sander Bosker is assistent trainer bij Jong Twente op dit moment. En het bevalt me uitstekend. Ja? Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik weer op het veld sta. Ik kan bezig zijn met voetballers, jonge voetballers. En die proberen beter te maken en een beetje proberen wegwijs te maken in het leven als profvoetballer. En wat het inhoudt om profvoetballer te zijn. Het was niet gelijk de eerste functie die je had, hè, na het voetbal? Nee. Ik heb eerst op de commerciële afdeling gewerkt. Ik heb wel gesprekken gehad met Joop Munzeman, want ik had al ruim aangegeven van het is mijn laatste jaar, ik stop ermee. Wat wil je dan? Ik zei, wat wil je dan? Ik wil niet dit, ik wil niet zus, ik wil niet zo. Maar we hadden daarvoor eens een keer afgesproken dat ik bij de commerciële afdeling dan zou gaan werken. En dat heb ik ook gedaan. En hoe was dat? Maar hij vroeg ook nog wel eens af, wil je niet twee dagen in de week keepers in zijn bij de vrouwen van FC Twente? Ik zei, dat lijkt me wel leuk. Heb ik en zo kan ik dan eigenlijk zien wat ik het leukst vind en vond. Want het commerciële vlak, dat lag mij toch niet. Nee? Nee, want op veld vond ik echt 10 keer leuker om te doen dan commercieel bezig te zijn. Ik moet wel zeggen, ik doe nog trouwens wel commerciële activiteiten, maar dat is vooral rond de wedstrijden van het eerste. En wat doe je dan? Sponsors ontvangen? Ja, sponsors, een praatje maken in het restaurant, bij Skybox naar binnen, kijken of alles prima is, een praatje maken en dat soort dingetjes. Nog steeds dus heel erg nauw betrokken bij FC Twente. Ja. Hoe kijk je aan tegen de huidige situatie bij Twente? Ja, daar word ik niet vrolijk van. Maar goed, het is een fase waar Twente op dit moment doorheen moet. Omdat je natuurlijk met de financiële prikkelen toch... daar hebben ze toch heel veel onder te lijden gehad. Zowel binnen de club als ook in Medialand. En moeten ze mee dealen. En het gaat niet zoals het eigenlijk hoort te gaan. Want ik denk dat wij Twente kwaliteit genoeg geven om wel heel goed en hoog mee te kunnen draaien. Nou, en op dit moment loopt het nog niet zoals het moet, zeg maar. Maar hoe lastig is dat voor jou nu? Je hoort wat je zegt, van buitenaf hoor je allerlei verhalen. Jij zit er binnenin. Ja. Nee, ik laat heel veel dingen langs me heen gaan. Als mensen om mijn mening vragen, ik geef ook niet altijd mijn mening. Of ik hou me heel erg oppervlakkig. Want ik zit er nog middenin natuurlijk. Dus ik denk wel heel veel, maar ik kan natuurlijk niet alles zeggen. En dat zal ik dan ook op dat moment niet doen. Behalve dat het niet zo gaat zoals het moet gaan. Nee, het lijkt me logisch als je 3 wedstrijden speelt en je hebt nog maar 1 punt. En ik kan wel zeggen dat dat allemaal wel meevalt, maar iedereen ziet wat ik ook zie. En dat is niet zoals het hoort te zijn. Nee. Is het overdreven te stellen dat het nu pijn doet bij je? Als je dan... Het doet inderdaad wel pijn, ja. Ja? Ja. Hoe uitzicht dat? Nou ja, goed, dat ik voor de televisie zit en dat ik begin te schelden en te vloeken. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Dan ben je zo fanatiek en tegen ADO Den Haag thuis dan... wou ik eigenlijk 20 minuten voor tijd wou ik eigenlijk naar binnen. Dus zei tegen mijn vrouw, kom, we gaan naar binnen. Maar lijkt me niet verstandig dat ik het ga doen. Dus heb ik dat ook niet gedaan. Naar binnen, waarin? Naar binnen, het stadion in. Ja. Nee, maar goed, ja. Het is pijnlijk om te zien en het doet me ook heel veel pijn. Dus, maar goed, we gaan ervan uit dat er weer betere tijden komen. Positief ingesteld. Ja. Je zegt dat je voor de tv staat te schelden. Je staat stond bekend, als keeper die enorm gepassioneerd altijd stond te keepen. Hoe was kleine Sander eigenlijk? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja, niet veel anders hoor. Nee? Nee, ik was buiten het veld ben ik altijd heel erg rustig. En vroeger nog rustiger dan nu, zeg maar. En binnen het veld dan ging de knop om en dan was Sandertje een beest. En dan telde maar 1 ding en dan was winnen. Op welke leeftijd begon dat? Nou ja, goed, bij mijn 8-jarige leeftijd begon ik met voetbal. Nou, dat zou misschien rond mijn 11e gebeurd zijn. Dat, gelijk op doel? Ja, gelijk op doel. Ja, dan kon ik beter dan voetballen. En, want we gingen altijd met mijn broer, mijn jongste broer is 1 jaar ouder dan ik, gingen we altijd samen een doeltje trappen. En degene die dan 3 keer scoorde, die mocht dan keepen. Maar hij kreeg er niet zoveel bij mij naar binnen als ik bij hem. Dus het ging mij makkelijker af. Ja.
Dus daarom ben ik eigenlijk begonnen met keeper. Maar dan moet ik zeggen, mijn andere twee broers, want ik heb 3 broers en 4 zussen, maar mijn andere twee broers waren ook keeper. En die speelden in het eerste en het tweede. Okay. En dus de keus was eigenlijk al voorbestemd. En de zussen? Eentje heeft er gevoetbald, eentje ook heeft... die was vaste reserve. Vaste reserve. En ik heb mijn oudste zus heeft Down-syndroom. Okay. En een andere zus, Gonnie, heeft op allerhoogste niveau in Nederland gebadmintond. En mijn andere zus, die deed eigenlijk op dat moment niet aan sport. Nu doet ze dat wel. Nu doet ze badmintonnen, maar is op jongere leeftijd niet zo heel veel gespeeld. Vreemde eend in de bijt, hoor ik dan. Ja, maar goed. Kijk, in toen de tijd was het natuurlijk niet zo heel veel voor vrouwen om op sport te gaan. Ja, volleybal of badminton, tennis en zo natuurlijk. Maar zij is toen gaan badminton. Tegenwoordig is het anders. Wanneer had jij het gevoel van, nou, het gaat eigenlijk best wel lekker onder de lat als kleine jongen? Nou, ja, vrij snel. Want ik kreeg natuurlijk altijd wel heel veel positieve kritieken en... Ja, ik stond vaak ook wel in een belangstelling, om zo maar te zeggen. Dus op een gegeven moment dan, je komt eens een keer in het streekelfstal, je komt eens in een Gelderse selectie. Nationale jeugdselecties ben ik eigenlijk nooit geweest, alleen in de Olympisch elftal in 1992. Zo lang geleden weer. Dus en daarna eigenlijk bij de Oranje. Ja. Maar voor de rest... Nee, ik had ook nooit het idee dat ik profvoetballer wou worden of dat zat niet in mijn systeem. Ik wou één ding, ik wou eerst keeper worden van Longa 30, Lichtenvoorde, daar waar mijn broer eerst keeper was. Maar dat is maar één keer gelukt. Eén keer? Ja, ik was 15 of 16 toen ik een oefenwedstrijd mee moest doen. Ja. Mijn oudste broer keepte toen bij de Graafschap en mijn andere broer was gestopt. En toen moesten ze een keeper hebben en toen ben ik... Ik was nog B-junior en toen mocht ik meedoen in een oefenwedstrijd. Tegen al de grote mannen die toen bij Longa voetbalden, waar ik allemaal zo tegenaan keek. En dat was bijzonder. Ja, dan zet je leven erop. Ja. Je droom was behaald. Ja. Maar goed, dat is iets verder gegaan dan ik vond. Ja, want wanneer kwam Twente in beeld? Toen ik 15 of 16 was. Ja. Dus eerst je debuut gemaakt en toen naar Twente. Ja. En dan kom je, dan verlaat je Lichtenvoorde, zeg maar, de rust, het amateurisme. Dan kom je bij een profclub terecht. Nou, bij Longa was ik ook al vrij intensief aan training. Al 2 keer natuurlijk met mijn eigen ploegje en dan ook nog keepers erin. Dus ik was al 3 avonden in de week was ik al bezig met voetballen. Maar de hele familie ademt natuurlijk voetbal uit. We woonden ook 100 meter van het voetbalveld af. Dus pa en ma waren altijd op voetbalveld in het weekend. Dus ja, het was voor mij vrij logisch dat ik natuurlijk die stap ging maken. En het rustige leventje is altijd wel gebleven, omdat ik in Lichtenvoorde ben blijven wonen altijd. Ja. Maar goed, je komt wel in een andere omgeving. Ja. Ging dat vrij soepel, die overgang? Nee. Ik was vrij rustige jongen buiten het voetbal om. Maar in het veld was ik iemand anders en ik weet nog goed dat ik een van mijn eerste jaren bij Twente, dit was Sinterklaas en toen kreeg ik spraakwater als cadeau, dus dat was een goede hint. En, weet je nog wie je dat heeft gegeven? Ja, Jan van Hals en Hans de Koning. Dus dat weet ik dan wel. Dus maar goed, dat is allemaal goed gekomen en ben ik buiten het veld nog wel rustig, maar als ik eenmaal op het veld sta, dan kan ik hem wel eens achteruit de hals komen. Ja, dan ga je geleidelijk door naar het eerste elftal. Ja. Wanneer maakte je debuut? Ik was 18. Weet je nog tegen wie? Ja, Haarlem. Thuis. 2-2. 2 keer goals van richting veranderd door Fred Rutte en André Kannenbeek. En ik weet dat André Pauws nog de 2-2 binnenkopte. En voor de rest weet ik eigenlijk niet meer zo heel veel van die wedstrijd. Waarom speelde je toen al? Omdat Hans de Koning geschorst was voor 1 wedstrijd. Ja. Ja. En daarna kwam Hans de Koning weer terug? Ja. Nou ja, goed. En, twee seizoenen later, toen brak hij zijn enkel tegen Feyenoord. Eerste competitiewedstrijd in de Kuip. Maar goed, we hadden toen al gewisseld een paar keer, dus ik mocht er niet in. En toen is Fred Rutte nog gekiept, die laatste paar minuten. En toen heb ik eigenlijk een serie van 23 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Tot Hans eigenlijk weer fit werd en
Kijk, ik was toen nog een bleu jongen. En ik liep me eigenlijk overbluffen door Hansen, ja. En, ja, ik wil zeggen, Hans de Koning staat niet echt bekend als bleu. Nee, precies. Dus, maar goed, ja, ik moet zeggen dat ik altijd wel respect had voor oudere spelers. En dat heb ik nu nog wel. Dus ja, als jonge keeper dan voel je toch die adem weer dat hij bij jou achter zit op de bank. En ja, dan begin je toch te twijfelen, ik mag geen fout maken, ik moet dit goed doen, ik moet dat goed doen. En als je dat denkt, dan gaat het altijd fout. Nou, dat gebeurde dus bij mij ook. En toen kwam Hans dus weer terug? Ja. Hoe lang duurde het eigenlijk voordat je echt een vaste waarde werd? Ja, we hadden een afscheidswedstrijd. Fred Rutte die nam afscheid tegen Barcelona. Ja. En toen brak in die wedstrijd Hans Koning zijn heup. En dat was ook Hans een einde van zijn actieve voetbalcarrière. En vanaf dat moment heb ik altijd gespeeld. Ja, dan ben je opeens de eerste keeper in Enschede. Ik kan me voorstellen dat het ook iets is voor iemand. Ik weet niet of je fan was van Twente vroeger. Nee, ik voetbalde altijd liever zelf. Dus ik keek eigenlijk heel weinig voetbal op televisie. Ja, dus niet... En als ik voetbal keek, dan was het vaak door de week. En veel vaak Duits voetbal. Ja? Ja. Favoriete club? Sportshow, hè? Nee, dat had ik niet. Helemaal niet. Gewoon alleen voetbal kijken. Ja. Maar goed, je wordt keeper en je bent een jongen uit de streek. Ja. Hoe werd het tegen jou aangekeken op dat moment? Extra kritisch of vonden ze het juist wel fijn dat er een jongen uit de streek op doel stond? Nou, weet ik niet. Ik zat nu wel in de lichting waar bij Twente waar heel veel jongens van door waren gebroken bij het eerste. Dus ja, ik durf niet te zeggen hoe ze naar mij keken. Nee? Maar nee. Wat merkte je van, zeg maar, reacties van supporters of media? Of las je dat eigenlijk helemaal niet? Nee, ik was niet iemand wie graag de kranten las. Nee. Bang? Dat heb ik heel lang niet gedaan. Ik bedoel, ja, als je goed speelt, dan keek ik wel heel snel over de krantenverslag heen. Maar als ik zelf het idee had van ik heb slecht gespeeld, dan keek ik niet eens in de krant. Nee. Want kritiek krijgen is nooit leuk. En om toch maar dat te blijven doen wat je zelf denkt van nou, dat moet ik doen. En niet te veel laten beïnvloeden door anderen die daar eigenlijk een andere kijk op hebben. Ja, dat heb ik altijd gedacht van nou, dat ga ik niet doen. Dus het blijft bij jezelf. En dat doe ik nog steeds. Ja. Je verlaat op een gegeven moment FC Twente. Ja. Waarom destijds? Nou goed, ik had een goed contract bij Twente. En ik moest mijn contract verlengen. En toen kreeg ik een aanbieding wat 70% minder was als wat ik had. Ja, dat vond ik geen blijk van waardering. Dus ik heb gezegd van... 70% ging je minder doen? Ja. Ik zeg, dat gaan we niet doen. En toen was het op een gegeven moment 50% moest ik inleveren. En ik zei, dat gaan we nog steeds doen. Ik wil best wel inleveren, maar niet zoveel. Nou, toen was het take it or leave it. En toen heb ik gezegd van, dan ga ik weg. Ja, en het was in de tijd voor mij, we hebben het over 2004? Ja, nee, dat was in de periode dat Twente vlak voor het eerste faillissement, dat was dus 2002, 2003. Oh ja, want 2003 werden ze, ja klopt, ja, toen zat ik bij, en toen ben ik, toen had ik 2 weken niks en toen kwam Ajax. In 2003? Ja. Ja. Naar Ajax, vanuit Lichtenvoorde naar Amsterdam? Ja. Ja, heel veel mensen dachten ook van dat ik daar weggebluft ben. Maar neem ons mee. Wat is het echte verhaal? Die mensen hebben daar eigenlijk geen gelijk in. Nou ja, goed. Ik ging naar Ajax om daar als tweede keeper te fungeren. Tenminste, dat was eigenlijk de bedoeling. En Maat Le Bont was daar eerste keeper. En Maat Stekelenburg en ik moesten dan uitver voor plek 2. Maar goed, ik had natuurlijk al zoveel ervaring bij Twente opgedaan dat ik dacht van ja, goed, dat gaan we wel even doen. Bij Ajax werd natuurlijk iets anders getraind dan bij Twente. En mijn knie kon daar dus blijkbaar niet aan. Maar hoe? Ja, ik had op een gegeven moment had ik zo in één keer een hele dikke knie. Ja, maar hoe werd er anders getraind? Ja, ik moest daar heel veel ballen trappen en openen. Toch wel veel minder keeperswerk qua trainingsarbeid. Maar heel veel trappen, ballen aannemen. Nou ja, als je dat bijna nooit gedaan hebt en je moet dat in één keer doen. En goed, ik had natuurlijk toen al een leeftijd van 2,33. Ja, daar kon mijn knie niet aan. En ik weet nog dat we op trainingskamp gingen naar Engeland. En in het vliegtuig, ik stap het vliegtuig uit en ik had in één keer een hele dikke knie.
Nou, en toen was het eigenlijk mijn voorbereiding weg. Nou goed, als je profvoetballer bent en je bent geen vaste waarde, je komt ergens nieuw, dan is het toch lastig om dat weer terug te vechten. Goed, en Maarten deed het natuurlijk hartstikke goed. Komt natuurlijk van eigen jeugd. Nou goed, iedereen weet als je in Nederland, als je van Ajax komt en je komt uit eigen jeugd, heb je eigenlijk een streepje voor dan bij de rest. En, dus ja, dus daar ben ik eigenlijk, heb ik de slag verloren. We hebben natuurlijk wel voor de winterstop elke keer om en om op de bank gezeten. En in het trainingskamp in Portugal ging Lebont door zijn rug. Ja, toen heeft Stekelenburg 9 wedstrijden echt perfect gekiept. Echt fantastisch. En goed, ik had voor 2 jaar getekend, maar toen had ik al zoiets idee van hier moet ik weg. Want ik voel me eigenlijk te goed voor de tribune. Ja. Ja. Hoe vond je de kleedkamer in Amsterdam vergeleken met die van Twente? Hoe bedoel je, qua bezetting of qua uiterlijk? Nou, qua uiterlijk denk ik ook. Maar nee, we laten het even over de bezetting. Ja, fantastisch. Als je nu kijkt wie daar allemaal zaten, dan heb je een wereldelftal nu. Maar jij zei, hè, ik was destijds zeker iemand die misschien wat spraakwater nodig had. Ja. Dan kom je daar binnen. Nou, in die periode had ik dat niet meer hoor. Want ik was natuurlijk al wel flink doorgegroeid als persoon zijnde. Je bent 233 als je daar komt. En we waren natuurlijk allemaal vrij jonge jongens, toen ook al. En dan moet je zorgen dat ze niet jouw kaas van het brood afheen. En dat heb ik ook wel gedaan. Want ze moesten me niet voor de gek houden, want dan kregen ze een schop. Wie probeerde dat? Nou ja, echt die Amsterdammetjes, hè. Dus daar was ik wel op tijd bij elke keer. Ja? Ja. Heb je nog een verhaal waarvan je denkt, oh ja... Nee, dat heb ik niet. Nee, maar goed, ik waarschuwde ze wel altijd van, doe dat niet, want dan ben je aan de beurt op de training. Ja, wat dat betreft ben ik nog een van de oude stempel, hè. Dus niet lullig, op poetsen. Ja, trainer was destijds Koeman. Ja. Hoe was dat om onder Koeman te werken? Ja, prima. Ja. Was nog een jonge trainer destijds? Was toen het begin trainen, ja. Ik kwam van Vitesse, ging hij naar Ajax. En goed, hij was toen al kampioen geworden daarvoor natuurlijk. En had een hele goede serie in de Champions League gehad, dat seizoen ervoor. Ja. Dus prima. Goed, als je niet speelt, dan heb je natuurlijk altijd wel een lastig gevoel bij een bepaalde trainer. Maar ik wist waar ik voor kwam bij Ajax. Dus dan moet je ook niet zeuren, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb zoveel mogelijk dingen opgesnoven daar om alleen maar als persoon en als keeper te groeien. En ik denk dat ik in een jaar tijd bij Ajax echt enorm gegroeid ben als keeper zijnde. Ja, en ook als mens? Ja. Wat is het grootste verschil met Sander voor Ajax en na Ajax, denk je? Dat ik binnen het veld rustiger ben geworden. En dat ik buiten het veld mij beter kon verwoorden dan dat ik daarvoor gedaan heb. Want je moest wel? Ja. Ja, uiteindelijk ga je na een jaar wel weg. Ja. Wat je zei, je voelde je te goed om op de tribune. Ja. Hoe gaat het dan? Jij belde Twente op? Nee, ik had ik zat bij Ajax en Rini Kolen, nou, die kende ik natuurlijk al van Twente. Nou goed, hij had een vriend die vrij vaak kon kijken en ook op trainingskampen kwam kijken. Nou goed, dan praat je met elkaar en die was helemaal Ajax-fan. En die heb ik daar eigenlijk zo langzamerhand naar binnen geloodst daar. En met hem had ik contact heel vaak over het rellen en zeilen binnen Ajax en hoe het was. En hem heb ik toen gebeld van, ja, ik wil weg hier en blablabla. Bla, bla. Ja, ik mag weg als ik dan zo vrij ben. En nou, toen hoorde ik denken van, ja, je mag weg, je hebt dan zo vrij keeper. Dus toen heb ik hem gebeld dat ik dus transfervrij mocht vertrekken. En een uur later had ik Rini Kolen al aan de telefoon. Die wou bij mij thuis komen voor een gesprek. En dus dezelfde avond was ik eigenlijk min of meer alweer keeper van FC Twente. Ja. Blij? Ja. Als je ergens weggaat en dan je zegt dezelfde avond al gelijk alweer een nieuwe plek hebt om te spelen. Ja, het was dan geen nieuwe plek, maar goed, wel weer anders, zeg maar. Dan ben je daar wel blij mee. Heeft er nog wel iets anders gespeeld in die tijd? Andere clubs? Ja, ik weet dat SV Den Bosch nog belangstelling had. Maar ja, goed, als je moet kiezen tussen SV Twente of Den Bosch, dan was de keuze niet zo moeilijk voor mij. En verbaas je dat eigenlijk dat iemand die zo lang bij Twente heeft gekiept, volgens naar Ajax gaat, niet zoveel clubs heeft om uit te kiezen?
Er wel keer wel meerdere clubs gaat om uit te kiezen. Maar kijk, omdat je dezelfde avond alweer de trainer hebt van S Twente op de stoep hebt. En ja, dat is een heel goed gesprek. Ja, dan was voor mij gelijk al duidelijk van ja, dit wordt het en niet wat anders. Nee, je keert terug bij Twente. En dan eigenlijk ja, in de nadagen van je carrière gaat Twente opeens naar de top. Ja. Ja, ik heb na mijn 30ste alle prijzen gewonnen wie ik gewonnen heb. En ja, dat is wel heel mooi dat je ziet dat Twente van hier helemaal naar daarin gegroeid is. En nu wel een klein valletje zeg maar naar beneden. Hoe was het om mee te maken van binnenuit als een jongen van de club? Dat is prachtig. Wanneer zag jij de eerste kenmerken dat je denkt, nou, dit zou wel eens echt, we zouden wel eens mee kunnen doen met Goed, kijk, eigenlijk al de verhuizing van het Diekmanstadion naar het Arkenstadion was natuurlijk al een hele happening. In die periode wonnen we bijna alles thuis. We konden bijna niet verliezen. En dan hoor je wel verhalen van Joop Munsterman die zegt van, ja, we gaan het stadion verbouwen. Hè. Dit doen. Ik zeg, Joop, ik wil het eerst zien en dan geloof ik het pas. Maar goed, hij heeft toch alles geflikt en dan groei je er langzaam in. En dan, je denkt altijd als speler, tenminste ik had dat altijd als speler, Twente doet alleen mee in de subtop en wordt geen kampioen en that's it. Goed, we waren dan natuurlijk een paar keer achter elkaar de tweede, derde geworden. Ja. En goed, dat jaar dat McLaren trainer was, viel alles op zijn plek. En met als prachtige hoofdprijs landstitel. Ja. Wat je denkt dat je nooit kunt winnen bij een club als Twente, maar dat dan toch gebeurt. Ja, want dat is vooral het voornaamste, denk ik. Dat je op een gegeven moment zo'n club gewoon Ajax, PSV en Feyenoord achter je houdt. Ja. Ja, dat was wel prachtig, ja. Maar goed, Feyenoord was op dat moment eigenlijk niet zo heel erg goed dat seizoen. Maar natuurlijk wel PSV deed wel heel lang mee. Maar toen wij uit bij PSV toen 2-2 of 1-1 speelden. Ja. Ja, toen was het eigenlijk PSV ook klaar. En vanaf dat moment toen heb ik echt gedacht, nu kunnen we kampioen worden. Ajax had toen na de winterstop alles gewonnen wat er te winnen viel. En we hebben twee wedstrijden verloren. En dat was tegen Ajax en AZ. En voor de rest hebben wij dat seizoen geen wedstrijd verloren. Dus ik denk dat wij dat seizoen toch wel de terechte kampioen waren. Ja, bekroning viel eigenlijk voor jou ook misschien nog die zomer daarna? Ja. Het WK? Ja. Ja, heb je wel eens je arm geknepen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar 2010 was het sowieso een bijzonder jaar. Je wordt kampioen, je mag mee naar het WK. En dan bij terugkomst ben je plek kwijt. Ja. Maar goed, ik onthoud dan meestal alleen maar de leuke dingen. Dat was een hele happening in Zuid-Afrika. Wat je net zei, dat je bij Twente langzaam zag groeien. Ja. Hoe zag je bij Oranje op een gegeven moment dat je dacht, nou, het zou zomaar eens kunnen dat ik meega naar het WK? Of was dat eigenlijk al heel snel tegen? Nee. We waren met vier keepers bij het Nederlands elftal. Ja. Piet Veldhuis, Vorm, ik en Stekelenburg. En ik had een heel goed seizoen gehad. Dus je gaat daar wel nadenken van ja, wat als? En toen de eerste paar trainingsdagen, week. Ik zei, ja, dit moet er toch wel, dat moet wel kunnen. Ook al had je praat met Maarten Stekelenburg. En die wie je nog kent van de periode van Ajax. Ja, goed, en die liet al een beetje doorschemeren dat ik hoogstwaarschijnlijk wel mee zou gaan. En, die relatie was dus wel heel belangrijk. Ja, maar goed, ik denk dat Maarten ook wel een bepaalde rol daarin gespeeld heeft. Wie er mee zou gaan, ja of nee. En dat was wel heel plezierig voor mij. Ja, want als je ook kijkt naar de leeftijden van, jij was de enige met echte ervaring. Ja, ik was 39. Ja. Dus, understatement, echt ervaring. Ik was nog net niet de oudste speler van het WK. Want dat was de keeper van James van Engeland. Oh, was het James, ja. Ja, die was een paar maanden ouder. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is geweldig om mee te maken. En zeker op die leeftijd natuurlijk. Ja. Je bent er nooit bij. Je maakt ook nog je debuut van in zelf al. Tegen Ghana. Zeker. Dus die pak je ook niet meer af. Ja, nee, precies. Ik heb allemaal leuke dingen achter mijn naam staan. Maar je zit in een selectie, met alle respect, als we spelen van FC Twente, met allemaal wereldsterren. Hoe gaat dat? Ja, prima. Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als ik zei in de periode bij Ajax. Je moet zorgen dat je niet het piepeltje wordt van het elftal. En
Kijk, als je 39 bent, dan kun je wel van je afbijten hoor. Dus dat is ook wel gelukt. Is dat dan ook nodig bij het Nederlands elftal, dat je van je af moet bijten? Of is die sfeer zo... Ja, de sfeer was gewoon perfect. Kijk, het is natuurlijk zo, kijk, als je blijft winnen, dan is sowieso de sfeer goed. Maar toen we met 2-0 wonnen van, of 2-1 wonnen van Brazilië, toen was het helemaal top. En toen zijn we eigenlijk doorgegroeid tot ongekende hoogte. Ja. Ja. Je weet wel dat je zo'n toernooi ingaat dat je eigenlijk geen minuut gaat spelen? Nee, ja, in principe niet. Nee, nee. Maar hoe is dat dan voor jou? Wat voor rol neem je dan aan? Word je anders als keeper? Nee, ja, je probeert wel Maarten en Michel scherp te houden in heel veel dingen. Kijk, je traint elkaar ook in bepaalde keepersvorm met Ruud Hest dan. Dus ja, je moet wel goede ballen geven. Je moet wel zorgen dat Maarten het goed heeft. En terwijl je misschien denkt van ja, dat is toch raar. Je wilt toch zelf heel graag keepen, maar... Nee, ik vind als je meegaat als keeper zijn, dat je de eerste keeper ook moet steunen. En dat heb ik wel enorm veel gedaan. En dan blijkbaar ook wel naar behoren. Ja, heb je eigenlijk veel contact nog met die jongens? Nee. Is dat bewust? Nee, ik heb alleen met de Klaas-Jan Huntelaar heb ik af en toe nog wel eens contact. En goed, die woont dan ook nog wel redelijk in de buurt. Dus, ja. Maar is dat ook de voetballerij? Dat is de voetballerij. Hetzelfde als allemaal oudspelers van Twente, daar heb ik ook niet zoveel contact mee. Tenminste van de jongens die dan verder weg wonen. Kijk, de jongens die hebben in Enschede in de omgeving wonen, ja, die kom je nog wel geregeld tegen. Ja. Daar heb je dan wel contact mee. Maar het is wel zo, kijk, als je die jongens weer tegenkomt waar je mee gevoetbald hebt, dan is het ook alweer heel normaal dat je met elkaar praat en gek ga je dat al. Ja, ik vond het wel een opmerkelijk iets. Jouw vrouw, die ooit zei over Jolante en over Sylvie. Ik denk dat het enorm uit zijn verband is. Nou, hoe zat het precies, Sander? Nee, ja, dat ga ik niet. ik ga het niet weer opnieuw oprakelen, maar... zij heeft daar een bepaald gevoel bij. Kijk, als je... Maar kan je... zij komt daar natuurlijk ook helemaal nieuw bij. Ja. En dat sommige spelers trouwens niet weten wie ik ben, ja, dat geloof ik wel. Nee, maar wat ik meer wil zeggen, is dat ook een beetje de voetballerij, dat het zo opportunistisch is dat mensen geen idee hebben waar je is, want het gaat toch... Nee, maar dat is ook zo. Kijk, als je als spelersvrouw totaal geen benul hebt en totaal niet geïnteresseerd bent in voetbal, alleen in je eigen man, ja, dan begrijp ik wel dat niemand of iemand mij kent. Maar goed, ik vind het ook allemaal prima. Maar toen jij dat hoorde, zij zei het op een gegeven moment tegen jou, denk ik. Ja, ik zeg, man, maak je niet druk, lach aan en doe gewoon je eigen ding. En ja, maar goed... Vind je het dan nou vervelend dat zo'n ding zeg maar naar buiten komt? Ja, want je zegt het wordt opgeblazen. Ja, dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Dus, hoe is je relatie met media altijd geweest? Nou ja, goed, in het begin was ik wel heel erg terughoudend naar de media. Maar waarom? Ik loop er nu niet voor weg. Maar waarom was je terughoudend? Ja, ik was altijd bang om verkeerde dingen te zeggen. Maar dat heb ik nu totaal niet meer. En als het verkeerd is, is het verkeerd. Dus dat maakt me niet meer zoveel uit. Is dat ook een beetje de wereld waarin voetballers opgroeien, dat ze moeten oppassen op hun woorden, wat ze zeggen? Nou ja, ze moeten wel soms bepaalde dingen voor zich houden. En ik begrijp heel goed dat bepaalde momenten ook wel heel erg moeilijk is. Je wil wat zeggen. En degene die juist het meest zeggen zijn de spelers die gefrustreerd zijn. Die leggen alles op tafel. Maar je wil wel heel veel dingen zeggen. Maar soms is het beter ook voor jezelf om heel veel dingen niet te zeggen. En daar moet je wel heel veel voor oppassen in de voetballerij. Heb je wel eens zo'n moment gehad dat je dacht, dit had ik beter niet kunnen zeggen? Ja, een paar keer dan wel. Ik kan me zo misschien voorstellen, nadat je op de bank kwam. Na het WK? Nou, nee. Daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. Want daar was ik ook gewoon heel erg terughoudend. Kijk, want Michailov deed het gewoon heel erg goed. Ja. Ik heb alleen nooit een goede uitleg gehad waarom ik niet speelde. Maar goed, als je nou gewoon gezegd had van nou ja, we gaan voor verjonging en je wilde assisteren en goed ondersteunen, dan had ik daar misschien vrede mee gehad. Maar ik heb eigenlijk nooit uitleg gehad. En hij is Predom. Ja. Michel Predom. En goed, hij zei altijd, ik heb twee eerste keepers. En ik ben wel blij dat ik in dat jaar de beker het toernooi mag spelen. Ja. En goed, en gelukkig ook gewonnen. Ja. Dus dat was voor mij wel een heel fijn moment. Want hij gaf jou geen goede uitleg. Hoe is Sander Bosker dan? Als iemand niet de uitleg geeft die Sander wil. Nou, met die gesprekken was ik best wel boos en soms ook ontdaan.
Ja, en hoe uitzicht dan? Ga je dan schreeuwen? Of? Nee, ik ga niet schreeuwen, maar dan word ik wel wat kribbig, zeg maar. Maar goed, dan ga je met slecht gevoel weg en dan, Word je ook vervelend dan? Ik denk niet dat ik echt verveeld ben geweest. Ik ben wel heel erg stil geweest en iedereen kon ook wel maar zien dat ik niet tevreden was. Maar ik heb wel altijd mijn werk blijven doen, ook zo goed mogelijk. En op een gegeven moment dan valt het vanzelf wel, je kunt wel zo door blijven doen, maar dat is ook niet goed voor jezelf. Want als je nog langer door wil spelen, dan moet je dat niet doen, want dan is het snel afgelopen. Nou, je bent ook niet een plezierig mens voor je omgeving. En de jongens waar je dan mee speelt, die kunnen er ook niks aan doen. Nee, maar je zit dan zo lang bij de club, loop je dan ook wel eens bij Joop binnen? Destijds dat je zei, Joop. Nee, heb ik nooit gedaan. Nee? Nee. Voelde die behoefte niet? Nee, waarom? Kijk, Joop kan er ook niks aan doen. Dit is een keus van de trainer. En, zoals ik al zei, op een gegeven moment kom je ook tot besef dat Michael dat seizoen echt gewoon heel erg goed gespeeld heeft. En dus er was ook geen reden om hem eruit te halen. En je hebt natuurlijk ook al alles meegemaakt. Je bent al 40, dus je weet dan ook zelf wel, op een gegeven moment komt er een punt dat gaat gebeuren. En ik heb goede gesprekken gehad met zaakwaarnemer en met mijn vrouw. Dus dan wordt het wel wat rustiger. En dan komt het besef ook wel van, geniet er nog maar van wat je hebt en probeer de boel te ondersteunen en de jonge jongens te begeleiden in het team en in de kleedkamer. En daar heb ik ook heel veel voldoening uit gehaald. Ja. We hebben het net eigenlijk even over Joop, maar hoe is die relatie al die jaren geweest? Is dat puur zakelijk geweest of was het meer richting een vriendschap? Als dan een contractbespreking waren, dan was het echt puur alleen zakelijk. Tenzij die je zo goed contract geeft, dan was hij je beste vriend. Nee, maar goed. Dan was hij echt zakelijk. Daarbuiten, prima kerel. Ik kan nog steeds heel goed met hem. Maar is dat vriendschap? Ja, denk, dat mag je wel zeggen. Ja. Ja, maar dan doet, we hadden het net dat het pijn doet hoe Twente is. Maar ik denk dat het ook pijn is om dan te kijken naar Joop. Ja, naar de situatie met Joop. Kijk, Joop heeft Twente heel veel gebracht. Bijna alles wat Twente de laatste tijd bereikt heeft. En als je dan zo geschoffeerd wordt, doet dat wel pijn. Maar goed, kijk, iedereen wijst met de vinger naar Joop. Maar ik denk dat Joop dat niet alleen heeft kunnen doen. Dus dat hou ik ook vast en dat blijf ik ook vasthouden. Maar heb je dat ook wel eens, die vraagtekens die mensen bij Joop hebben gesteld, heb je die ook wel eens aan Joop voorgelegd? Nee. Dat niet? Nee. Je hebt altijd vertrouwen in wat hij heeft gedaan? Iedereen maakt fouten en hij zal ook fouten maken. En heeft hij ook wel toegegeven. Dus... Maar het is gegaan zoals het gegaan is. En je kunt altijd wel naar iemand blijven wijzen, maar ik denk dat het ook niet goed is. Nee. Hoe moet het nu verder? Geloof jij, als we kijken naar hoe Twente uiteindelijk, voor mij 2003, was het aan de grond? Uiteindelijk naar de top gekomen? Ja. Nou, laten we hopen dat het nu niet weer naar de grond gaat. Twente was natuurlijk altijd een subtop ploeg. Ja. En als Twente daar nu kan blijven, dan... Ik denk dat het meeste support is en ik ook daar hartstikke blij mee zijn. Maar stel, er komt een nieuwe Joop. We noemen hem Henk. Er komt Henk. En Henk heeft hetzelfde idee. Zeg je, Twente moet gewoon weer in zee gaan met zo iemand? Ja, waarom niet? Ja. Denk het wel. Kijk, en dan moeten ze wel hebben geleerd van de fouten die er nu gemaakt zijn. En ik denk dat die fout dan hopelijk niet meer gemaakt wordt. Maar goed, die fouten die bij Twente gemaakt zijn, zijn ook bij andere clubs gemaakt. En de andere clubs zijn er ook voor afgerekend. En die zijn ook weer langzaam aan terugkomen. En ik ga ervan uit dat Twente dat ook gaat lukken. Ja. Even iets anders. Je hebt ook een functie buiten het voetbal. Ja. Je hebt een eigen stichting, als ik het goed heb. Nee, ik heb geen eigen stichting. Maar, je bent ambassadeur van Stop Pesten Nu. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik ben nog voor meer dingen ambassadeur. Maar, waar ben je allemaal ambassadeur van? Voor Stichting Goal. Wat vooral veel doet voor mensen met een beperking. En wat oudere mensen. Om daar mooie dagjes voor te organiseren. Ik ben van een Nijstichting ambassadeur. En dat is een inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben. Tenzij kankerpatiënten, maar ook mensen die in de familie met een kankerpatiënt te maken hebben. Die kunnen daar hun verhaal doen of naar een masseur of naar een kapper wie daar speciaal komt. Of,
En ik ben ambassadeur van Stop Pesten Nu. Waar komt die maatschappelijke betrokkenheid vandaan? Omdat ik vreselijk hekel heb dat ik mensen zie, andere mensen zie pesten. Ik heb dat vroeger zelf ook niet zo heel vaak gedaan. Ik denk bijna nooit. Als nu iemand zit te kijken. Daar druk ik mijn handen van in het vuur te steken. Ben je zelf wel gepest? Nee. Nee, niet dat ik weet. Oké. Dus ik heb er niks aan overgehouden. Nee, maar dat is verschrikkelijk als je bepaalde dingen ook leest in de krant. Of heeft iemand zelfmoord gepleegd omdat hij gepest is. Dat is pijnlijk. Dus ik mijn kinderen wil ik ook niet zien dat die iemand anders pesten. Want dan zijn ze bij mij in de beurt. En wat is je rol als ambassadeur? Wat doe je allemaal? Nou, de laatste tijd is dat wat minder geworden. Omdat natuurlijk de stichting wel meerdere ambassadeurs hebben. Het is nu meer landelijk georganiseerd. In het begin was het meer georiënteerd in Oost-Nederland. En ik hoef daar niet zo heel veel voor te doen. Maar alleen zoals dit soort dingen. En dan komt het weer naar voren. Ja. Maar heb je deze maatschappelijke betrokkenheid altijd al gehad tijdens je carrière? Of is dat pas iets dat je bent opgepakt? Nee, dat is iets van de laatste jaren. Ja. Want? Nou ja, goed. Kijk, je hebt wel een bepaald gezicht in de regio. Misschien al iets verder dan de regio. Als je daar gebruik van kan maken voor bepaalde goede doelen, dan moet je dat ook doen, vind ik. Maar heb je dat nu pas dat je daar echt bewust mee bezig bent? Of was je tijdens je carrière wel bewust mee bezig, maar had je de tijd er niet voor? Ja, vooral het tweede. Oké. Ik had misschien wel de tijd ervoor, maar dan wil je wel zo goed mogelijk dat invullen. Als voetballer zijnde was ik toch wel vrij veel met mezelf bezig en niet zoveel met andere dingen buiten het voetbal om. Dan denk je daar ook niet aan. Nee, want wat deed je destijds naast het voetbal? Was je zo gefocust op voetbal? Ja, niks. Ja, een beetje in de tuin, tuin bijhouden en dat soort dingen. Ja. En voor de rest niet zoveel. Vooral veel rusten als voetballer zijnde 's middags. Ja, is dat ook veranderd, zeg maar, hoe voetballers bezig zijn met hun vak? Dat dat vroeger misschien minder was of juist meer? Heb je dat zien veranderen, die lijn? Ik durf het niet te zeggen. Kijk, vroeger toen ik begon als bij de eerste selectie, deden wij nooit aan krachttraining. Kijk, en nu als ik jongens zie, die maken net zoveel uren in krachttraining als op het veld. Goede ontwikkeling of vind je van niet? Nou ja, goed, dat is wel een goede ontwikkeling. Maar kijk, dus als je nou zegt, zijn de jongens nou meer met voetbal bezig of minder met voetbal bezig? Ja, het is anders. Ik zeg niet dat het meer of minder is, maar het is anders. En je moet er wel meer voor laten, denk ik, als voetbal zijnde tegenwoordig dan vroeger. Kijk, want je hebt nu social media en je kunt niet als voetballer zeggen van, nou, ik ga even daar en daar en daar heen, want... Ja, je staat zo bekend als een stapper en als een roker en als een drinker. Dus daar moet je wel voor oppassen. En dat was vroeger natuurlijk een stuk minder. Toen ging je ook wel eens op stap? Nee, ik ging nooit op stap. Nooit op stap? Nee. Okay. Want? Nou ja, goed, ik woonde in Lichtenvoorde. Als ik dan gespeeld had, dan reed ik altijd gelijk weer terug naar Lichtenvoorde. En dat was 40 kilometer. En dan de jongens gingen naar stappen. En ik zat dan lekker thuis op de bank met een colaatje in hand voor de tv. Ja, nee, ik was niet zo'n stapper. Hey. Probeer het nu allemaal in te halen. Ja, is dat zo? Nee. Goed, ik heb nu twee jonge kinderen erbij, dus als het kan, dan kan het. Kan het niet, dan zit ik lekker thuis. Ja. Maar je bent nu trainer van Jong Twente. Als je jezelf vergelijkt, toen jij als jong broekie vanuit Lichtenvoorde in de kleedkamer zat, hoe is de sfeer in de kleedkamer nu vergeleken met, we hebben het over, hoeveel jaar geleden? Ja, die is wel anders, ja. Kijk, toen ik jong was, toen hadden we het over auto's en telefoon was er nog niet. Er was horloges kon je dan over hebben, maar tegenwoordig met de social media, dat is toch wel de gadgets. Dat is maar kan je nog met die jongens over raken? Ik niet zo heel veel meer. Ja, nou, dan mag ik toch op dat ik ze nog kan raken. Kijk, mijn stem is nog wel vrij fors en luid, dus als ik ze niet kan raken, dan... Of er is wat mis met hun, of met mij. Maar goed, je moet eigenlijk een beetje zo door de kleedkamer gaan. De ene keer kijk je door de vingers heen en de andere keer accentueer je niet. Nou, daar moet je,
de juiste balans in zien te vinden bij jonge jongens. Ja, of heb je een beetje het gevoel dat je ouder begint te worden? Dat je soms dat ze over dingen hebben dat je denkt... Dat... Nee, maar goed, als ik dat idee had gehad, dan was ik al wel eerder gestopt, denk ik, in de voetballerij. Tenminste, als voetballer zijn. Ja? Dus, daar moet je... Je moet soms niet te moeilijk doen over bepaalde gewoontes van jonge spelers, denk ik. Zoals? Kijk, en alleen als je daar moeite mee hebt, dan op een gegeven moment dan zeg je het wat van... En anders laat het gewoon gaan. Maar wat zijn van dingen waarbij die je gewoon zoals moet laten gaan? Gewoontes van spelers? Is even, ja, precies. Telefoons? Mogen telefoons in de kleedkamer bij Sander Bosker? Ja, dat mag wel, maar niet voor de wedstrijd. Petjes? Daar heb ik geen moeite mee. Van die grote headphones? Nou, daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Maar goed, als je voor de camera komt voor een interview, dan vind ik niet dat die hier moet hangen. Maar dan hou hem maar lekker in de hand, zodat er niet in beeld is. Maar dat komt wat ongeïnteresseerd over, vind ik. Ja. Maar dat zijn allemaal kleine dingetjes. Zijn er wel dingen waarvan je denkt, ja, absoluut niet? Nee, dat kan ik niet zo intensief zeggen. Nee. Ik wil gewoon dat ze vol gas geven op de... Op het veld en als ze zich prettig voelen met bepaalde dingen buiten het veld, moeten ze dat doen. Maar het mag nooit, mag nooit leiden dat ze minder presteren op het veld. Okay. Dat is het belangrijkste in mijn optiek. Ja. Je hebt als speler uiteindelijk de absolute wereldtop gehad. Ja. Ja, als bankzitter. Je hebt een WK-finale op de bank gezeten. Waar gaat de carrière eindigen als trainer? Mijn doel is om een keeperstrainer te worden bij SC Twente. Ik moet wel eerst mijn papieren nog halen, dus ik begin volgende maand met TC3. En als ik dat goed doorloop heb, kan ik in januari beginnen met TC2. Nou goed, iedereen weet, of nou niet iedereen, maar de meeste mensen die weten dat je dan... je moet ervaring opdoen voor je TC1. Maar goed, ik zit er toch te twijfelen of ik TC1 ga doen of die keepers pro cursus. Dus daar ben ik nog niet helemaal uit. Dus, maar je gaat je wel specificeren als keeperstrainer? Ja. Want? Ja. Nou goed, ik heb het idee dat daar voor mij het meeste winst valt te halen. Ik hoef niet zo nodig op te volgen. Ik hoef ook geen hoofdtrainer te worden. Okay. Dus die ambitie heb ik niet, maar ik ben meer in de ondersteunende rol. Dat lijkt mij het prettigst. Dus over 5 jaar keeperstrainer? Van FC Twente. Ik hoop iets eerder, maar... Okay. Maar dat je dan in ieder geval nog steeds bent. Ja, dat is wel mijn bedoeling, ja. Okay. Maar goed, ik heb al zo vaak gezegd, ik word geen trainer, ik wil dit en wil dit niet. Maar goed, ik wil nu toch een trainer worden, dus zeg nooit. Uiteindelijk laat het voetbal nooit los. Nee. Dankjewel. Alsjeblieft.